aandelen, dat is waar de economie op draait, de hele wereldeconomie. Ja, daar wil je toch echt wel een serieus stuk van jouw vermogen in geïnvesteerd hebben. Dat is gewoon een stabiele onderlaag. Waar geld verdienen is, daar hebben mensen interesse. En ik denk zeker dat aandelen ook wel cijfers laten zien dat toch ook jongeren denken, ja, het is niet alleen crypto meer wat interessant is. Kun je op elk moment instappen en uitstappen? Als de markt open is, kan dat. Als de markt open is. Als jij een aandeel koopt, koop je echt een stukje van het bedrijf. Ga je er dan ook in verdiepen? Er staat hier voor een flink bedrag aan Nvidia videokaarten. Ik geef jou even 2 seconden om te bedenken hoeveel geld deze videokaarten bij elkaar waard zijn. Goed. De echte waarde van deze videokaarten is... Holy shit, ja, dat had ik ook niet verwacht. Maar weet je wat nog mooier is? Als jij nu een jaar geleden dat geld had gestoken in aandelen van Nvidia, dan was het nu dit waard geweest. En had je zoveel videokaarten gehad. Wauw. In deze aflevering gaan we het hebben over aandelen. En gaan we jou meer vertellen over de gevaren ervan, maar ook hoe je er eventueel geld mee zou kunnen verdienen. Dit doen we natuurlijk samen met Trade Republic. Dames en heren, we gaan het hebben over aandelen. Welkom bij Day One. Ja, Nvidia. De producent van onder andere de videokaart die jij misschien wel in je PC hebt zitten. Binnen de aandelenmarkt is Nvidia enorm veel in het nieuws geweest. Het aandeel heeft dan ook een enorme stijging meegemaakt. Maar succes geldt natuurlijk niet voor alle aandelen. Dus hoe bepaal je nu in welke aandelen je wel moet investeren? Of kun je misschien wel beter in een mandje met meerdere aandelen tegelijk investeren? We gaan voor een korte opfriscursus langs bij het kantoor van DopiCash en stellen een aantal vragen over aandelen aan Jordi Thibault. Jordi is beleggingscoach bij het team van DopiCash en bevindt zich al jaren in de wereld van aandelen. Een echte expert. Hoe is het? Ja, goed. Gezellig dat ik eindelijk achter de bar mag zitten. Ik heb even wat meegenomen en ik heb aan jou een vraag. Wat zijn dit? Ja, dit ziet er gaaf uit, toch? Je hebt echt wat in handen dan. Ja, maar wat is het? Ja, een oud aandeel. Dus dat je een bewijs dat jij een stukje eigenaar bent van een bedrijf. Dus ik heb hier een... ik ben eigenlijk gewoon van het Carlton Hotel in Lyon ben ik nu een stukje eigenaar. Ja. Kan ik daar gewoon naar binnen lopen en zeggen, hey jongens, luister, deze kamer hier, die is van mij. Ik ben benieuwd of die nog bestaat, ja. Dat hotel. Maar, ja, 1931. Je bent dan inderdaad een stukje eigenaar. Dat is eigenlijk wel jammer dat je dat tegenwoordig niet meer hebt. Dat je niet meer fysiek in handen hebt dat jij eigenaar bent van een bedrijf. Het zijn nou getalletjes op je scherm. Ja. Maar eigenlijk ben je mede-eigenaar van dat bedrijf als jij een aandeel aankoopt. Dus in 1931 kon je hiermee naar binnen stappen en kon je zeggen, jongens, ik ben mede-eigenaar van dit bedrijf. En misschien maar voor een klein gedeelte, maar dat ben ik wel. Dat is toch gek dat het gewoon tientallen jaren later gewoon niets meer waard is? Nou ja, dat is op zich ook gek. Alleen toen werkte dat op die manier. Alleen je had natuurlijk heel veel kosten daarmee. Ja. Mensen moesten fysiek heen en weer om dat te doen. En tegenwoordig koopt een aandeel en binnen een minuut staat het in jouw portfolio en staat het op jouw naam. Ja, is het allemaal digitaal? Het is digitaal, dus de transactiekosten zijn daardoor een stuk lager natuurlijk. Maar zouden wij kunnen zeggen dat dit bijvoorbeeld ook voor ons geld straks, dus alles wat het papieren geld dat we nu nog in handen hebben, het fysieke geld dat we nog in hand hebben, dat dat ook hiermee gaat gebeuren? Ja, dat zou kunnen. Je ziet dat is toch gek dat het... Je ziet natuurlijk in bepaalde landen zie je het al gebeuren, dat er steeds meer nulletjes achterkomen, omdat het geld wordt bijgedrukt. Het vertegenwoordigt geen waarde meer. Vroeger had je natuurlijk de goudstandaard en hield aan een bepaald briefje, stond een bepaalde hoeveelheid goud stond er tegenover. En omdat dat goud maar beperkt verkrijgbaar is, vertegenwoordigt dat een echte waarde. En dat papiertje tegenwoordig niet meer. Het is eigenlijk niks. Want als wij met z'n allen nu naar de bank lopen en daar ons geld van de bank af willen halen, denk ik dat de banken een groot probleem hebben. Dat is een probleem. De vorige keren hebben we het natuurlijk met jullie al gehad over de waarde van geld en hoe je ervoor kunt zorgen dat je geld niet minder waard wordt. Beleggen in aandelen is één van de manieren om je hier tegen te beschermen. Mocht je deze video nou per ongeluk nog niet hebben gezien, check deze dan door rechtsboven op het i'tje te klikken. Weinig mensen konden ons in deze aflevering vertellen wat dit fysieke aandeel inhield en wat een aandeel überhaupt is. Daarom legt Jordi het nog één keer aan jullie en aan mij haarfijn uit. Wat zijn aandelen? Even om het heel simpel te maken voor de mensen.
Ja, aandelen betekent dat jij recht hebt op een stukje van het bedrijf. Ja. En dat betekent een stukje van de winst. Je bent ook, maar ook een stukje eigenaar van de bezittingen die ze hebben. Dus hebben zij een machine om wat te produceren, dan bezit jij een stukje van die machine. Maar ook een stukje van die schuld. Maar hoe wordt dan de waarde bepaald? De waarde van een aandeel wordt bepaald door de mensen die een aandeel kopen en verkopen. En daarin heb je een stukje over- en onderwaardering. Oké, ik leg het jullie even goed uit. Als een bedrijf naar de beurs gaat, bepaalt het bedrijf samen met de banken die de beursgang begeleiden hoeveel aandelen ze willen uitgeven en voor welke waarde. Vervolgens wordt de koers op de beurs bepaald door vraag en aanbod. Wat voor aandelen of ETF's vind jij zelf interessant? Ja, op dit moment staat de markt vrij hoog, dus ik ben wat terughoudender met nieuwe posities. Mm-hmm. Ik heb niet een bepaalde sector of aandeel wat ik per se heel interessant vind. Het is belangrijk om gewoon een gespreid mandje met aandelen te hebben. Ja, en je gaat op dat moment op zoek naar de kans in de markt. En dat kan zijn dat je investeert in een Nvidia, maar dat kan ook een autobouwer zijn zoals Volkswagen. Je kunt natuurlijk net als Jordi op zoek gaan naar de kansen in de markt. Maar zelfs als je goed onderzoek doet naar het bedrijf, kan je rendement tegenvallen. Wil je met minder risico beleggen, dan kun je dit doen met bijvoorbeeld een ETF. Dan beleg je in een mandje met verschillende aandelen en spreid je je risico. Dan komt de dividend uit. Voor de mensen die denken, wat is dividend in godsnaam? Wat is dividend? Ja, het bedrijf maakt dus winst als ze goed presteren. Ja. En die kunnen ze herinvesteren, maar ze kunnen die ook uitbetalen aan jou als zijn een extra stukje rendement. Omdat jij natuurlijk jouw geld investeert in het bedrijf, loopt een stukje risico. Je loopt een stukje risico, want als zij verkeerde beslissingen maken en het bedrijf gaat failliet, ben jij jouw geld kwijt. En om dat een beetje te compenseren, kan het in de koersstijging, maar ook in een stukje dividend. En kan dat per kwartaal of per half jaar of jaarlijks kan het aan jou uitgekeerd worden. Ja. En als het dan niet goed gaat, dan ben je ook echt je geld kwijt. Dan ben je geld kwijt, ja. Oké, ik zal het je uitleggen. Dividend is dus de winstuitkering die een bedrijf aan een aandeelhouder uitbetaalt. Een bedrijf kan zelf bepalen of ze dividend willen uitkeren en hoeveel dit is. Sommige beleggers vinden het aantrekkelijk om in bedrijven met een hoog dividendrendement te beleggen, omdat het een stabiele bron van inkomsten biedt en dividendaandelen volgens sommige beleggers bescherming biedt tegen mogelijke inflatie. Nadat wij lang zijn geweest op het kantoor van DopiCash, hebben wij de heren op ons kantoor uitgenodigd om te praten over aandelen. Barry en Chris kennen natuurlijk van hun YouTube-kanaal, waarin zij meer dan 100.000 abonnees helpen met het behalen van hun financiële doelen. Wekelijks bespreken zij naast crypto ook alles over de aandelenmarkt. Aandelen, mannen. Aandelen. Saai. Nou, de laatste jaren toch niet, denk ik. Nee. Ja, ik denk, gooi het gewoon op, want een hoop jongeren wisten eigenlijk niet eens meer hoe ze aandelen moesten kopen. Hmm. Laat staan dat ze ons konden uitleggen wat aandelen zijn. Dat is wel een beetje naar de achtergrond gegaan. Heel gek. Ik denk wel dat het ook weer meer naar de voorgrond aan het treden is. Zeker ook doordat we aandelen als Nvidia zien skyrocketen, die gewoon meer doet als crypto in een bepaalde periode. En daardoor denk ik dat aandelen ook wel weer steeds sexier aan het worden zijn, toch? Maar dus ook gevaarlijker. Volatieler. Volatiliteit brengt ook een stukje risico natuurlijk met zich mee, dat zeker. Maar ik denk wel dat waar geld te verdienen is, daar hebben mensen interesse. En ik denk zeker dat aandelen ook wel cijfers laten zien dat toch ook jongeren denken, ja, het is niet alleen crypto meer wat interessant is. Sowieso is diversificeren superbelangrijk. En ik denk dat dat toch ook wel steeds een stukje aantrekkelijker wordt. Ja, kijk, wat je ook ziet binnen de aandelen heb je natuurlijk ook een niet alleen de tweedeling, want je kan bijvoorbeeld richting aandelen als een Shell, is heel erg een beetje oud geld, een beetje passief. Defensief en inderdaad Nvidia is een hele andere kant op. Dus er is voor iedereen wel een smaakje te vinden. Precies, en het maakt ook niet heel veel uit hoeveel je, als je gewoon gaat sparen en het kan 50 euro per maand zijn, is helemaal prima. En als je dan nog een beetje wat safer wil zitten, stap je gewoon in ETF's. Ja. Ja. Dus daar is best wel veel optie eigenlijk. En het leuke is dat die verhalen, die bedrijven, daar valt alles over te vinden. De verhalen zijn te vertellen. En je kan er echt in meeleven. Dat vind ik ook wel het leuke aan aandelen. Is ook heel vet. En je ziet wel, jij zegt ETF's. Heel veel jongeren of mensen die net beginnen of mensen die er niet heel veel kaas van gegeten hebben, zeggen ja, ETF's is toch meest veilig. Weet je, losse aandelen is toch allemaal wat moeilijker. Tuurlijk moet je wat meer je huiswerk maken. Tuurlijk moet je wat meer doen. Maar de losse aandelen vind ik persoonlijk leuker. Want je bent echt bezig met dat ene bedrijf. Een ETF, ja, dan ben je afhankelijk van een heel mandje met bedrijven. Ik wil verdiepen in dat ene bedrijf en daar helemaal jezelf in verliezen en de cijfers in duiken. Dat vind ik fantastisch. Maar wat je niet moet vergeten is, als jij een aandeel koopt, koop je echt een stukje van het bedrijf. En ik vind dan, als jij dan al in geïnteresseerd bent, dan moet je ook een beetje eigenaarschap tonen. Ja. Dus ga je er dan ook in verdiepen.
Je hoeft niet altijd een ondernemer te zijn, maar door aandelen te kopen voor jij als investeerder word jij letterlijk een stukje eigenaar. Ga je dan ook zo gedragen? Ja. Doe net alsof het jouw bedrijf is. En dan maakt het een stuk makkelijker. Wil jij nu meer leren over aandelen of eventueel gewoon zelf beginnen met beleggen? Dat snap ik. Check dan, heel simpel, de link in onze beschrijving voor meer informatie. Hoe doen jullie dit zelf? Zitten jullie zelf diep in... Nou, dat weet ik. Vraag naar de bekende weg natuurlijk. Ja, maar ik bedoel, jullie zitten zelf diep in aandelen. Ja, heel vaak komen mensen bij ons of via, op ons YouTube-kanaal of via socials of zo. En dan denken ze, oh, dat zijn de trading boys, dat zijn de crypto boys. Maar op de achtergrond zitten wij zwaarder in aandelen dan dat wij in crypto zitten. Dat is een gezonde verdeling van je portfolio. Ja. Dat is waar de economie op draait, de hele wereldeconomie. Ja, daar wil je toch echt wel een serieus stuk van jouw vermogen in geïnvesteerd hebben. Dat is gewoon een stabiele onderlaag. En hoe ziet dat percentage eruit? Persoonlijk ga je echt wel richting een 80% moet toch wel in aandelen zitten. En dat is maar een heel klein stukje. Ja. Is dus maar crypto. Nee, bij mij is dat echt wel anders. Kijk, Chris is natuurlijk al veel langer bezig als dat ik bezig ben. En ik ben begonnen met dit alles in 2017 met crypto. Ja. Dus mijn porto is nog wel te crypto-heavy. Daar hebben we het laatst ook even over gehad. Het was een 60-40 verdeling. Maar ja, dat is nu wel een stuk groter geworden. Omdat Bitcoin en Ethereum, waar ik voornamelijk in investeer, gewoon echt hard zijn gegaan afgelopen jaar. Ja, daardoor is die verhouding weer iets uit het lood getrokken. En ik wil dat wel meer recht gaan trekken door verder te gaan diversificeren. Alleen aandelen staan ook allemaal sky high. Dus je koopt links en rechts dan wel een aandeel wat op dat moment dan goed ervoor staat, waarvan je denkt, oké, daar kan ik in investeren. Maar over het algemeen staat alles sky high en dat ga je niet kopen op dat moment. Ja, wat het juiste moment is om te kopen blijft altijd een moeilijke vraag en weet eigenlijk niemand. Zeker voor losse aandelen, waarbij het voorspellen van de markt enorm lastig is en bijna onmogelijk. Je kunt dit wel deels oplossen door iedere maand op een vast moment een vast bedrag te investeren. Dit noemen we periodiek beleggen. Probeer de markt niet te timen, maar koop gewoon elke maand voor een vast bedrag. Dat is gewoon heel simpel, hoef je er eigenlijk niet naar om te kijken. En het voordeel daarvan is eigenlijk dat je emoties uitschakelt. Dus wat er vaak gebeurt, is gaat die beurs omhoog. Dan denken mensen, oh, ik ga bijkopen. En dan gaat het weer omlaag. En dan denken ze, oh, ik kan het toch niet, ik ga eruit. En op de low verkopen ze. En dan heb je dus, we hebben aandelen over het algemeen. Investeren in bedrijven. Je hebt ETF's, dat is een mandje met meerdere bedrijven waar je in kan investeren. Mm-hmm. Je kan eigenlijk al vanaf best wel heel weinig geld instappen. Maar hoe zorg ik nou dat ik weet waar ik instap en wat bij mijn interesse past, waardoor ik ook nog weet dat ik eventueel goed aan het investeren ben? Ja, er zit natuurlijk een heel groot verschil tussen losse aandelen en ETF's. Ja. Bij een ETF kun je een gespreid mandje kopen en bij investeren is spreiding is gewoon een belangrijke tool voor je risicomanagement. Ja. Dus mocht er dan één aandeel uit een mandje failliet gaan, dan kunnen die rest met het rendement dit ene faillissement weer gelijk trekken. Ja, want alles valt te vinden over die bedrijven, hè? Alle bedrijven die op de beurs staan, die cijfers zijn gewoon openbaar. Ze zijn ook verplicht om die cijfers te publiceren. En ze worden ook geaudit dat die cijfers die ze publiceren, dat die ook daadwerkelijk kloppen. Ja, het is niet zoals in crypto waar het echt nog het Wilde West is. Hier moet alles verantwoord worden en gecheckt. Ja. Kun je op elk moment instappen en uitstappen? Als de markt open is, kan dat. Als de markt open is. Waar je bij crypto 24/7 de markt eigenlijk doordraait, heb je bij aandelen te maken met een beurs die bijvoorbeeld opent om 9 uur en om 5 uur dicht gaat. Ja. En je hebt dus ook te maken met tijdsverschillen. Zoals in Amerika gaat die om 3:30 open. Ja, en daar zijn tijdsverschillen. En daarom zie je dus bijvoorbeeld in de charts zie je ook gaps, omdat op bepaalde momenten niet gehandeld wordt. Aandelen is natuurlijk iets wat best wel een ondergeschoven kindje is, helemaal bij de jeugd, want iedereen denkt alleen maar aan crypto. Waar komt dan toch die soort van passie voor aandelen vandaan? En denk je bij jezelf, ja, dit is iets waar ik warm voor word. Is dat omdat er veel meer over te lezen valt en er veel meer geschiedenis is? Ik vind het gewoon leuk dat je eigenaar bent van zo'n bedrijf. Ja. Als jij gewoon werkt voor een baas, kun je salaris verdienen. En als je goed je best doet, kun je nog een keer een salarisverhoging krijgen. Maar als je in goede bedrijven investeert, ja, die kunnen oneindig kunnen die groeien. Ja. Dus dat is gewoon leuk om daar ook een stukje rendement uit te halen. Ja, het is echt leuk om dus een stukje eigenaar te zijn van dat Nvidia of van dat Adyen waarvan jij voelt, oké, dit is een fantastisch Nederlands bedrijf. Je kan ook nog eens kijken naar wat heeft het gedaan en wat zou het eventueel in de toekomst gaan doen? Wat zijn hun plannen? Je leeft echt mee met zo'n bedrijf. Absoluut. En dat is ook iets wat je in de gaten moet houden. Ja. Je kunt niet één keer zeggen, ik doe een analyse, ik koop het bedrijf en ik laat het 20 jaar staan. Nee, je moet zo'n bedrijf in de gaten houden. Hoe blijven ze presteren? Blijven ze wel groeien? Ja.
Ja, dat is gewoon leuk. We hebben natuurlijk ook wat aandelen en ETF's gekocht in de vorige aflevering. Ik ga nu even met jullie checken hoe het ervoor staat met deze ETF's en aandelen. Ja, want de vorige keren heb ik op ons finance kanaal What the Finance samen met Erik voor 1000 euro aan verschillende ETF's en een los aandeel gekocht. Dan kopen we 248 euro aan Adyen aandelen. Volgende kopen. Kijk, Adyen is een goed voorbeeld, want Adyen is in de basis een waanzinnig mooi bedrijf. Ja. Maar dat zegt niet altijd dat die koers dan omhoog moet gaan. Precies. En nu ga ik jullie vertellen wat daarmee is gebeurd. Allereerst de AEX. Deze ETF bevat de 25 grootste aandelen in Nederland. Ik heb voor €250,96 geïnvesteerd in de AEX. Na een stabiele stijging van deze ETF heb ik op dit moment, komt die, €290,41. Dat is een koersstijging van ruim 15%. Hiermee heb ik dus €39,45 verdiend. En ook heb ik een klein beetje mazzel gehad met de ETF's, MSCI World en de S&P 500, want die zijn mooi gestegen met 11,67% en 12,65%. Een mooie winst en ook een beetje geluk. En dan kijken we naar een stukje aandeel in Adyen, waar ik €248,96 in heb geïnvesteerd. Ja, deze is in één keer mooi gestegen, maar helaas ja, is die ook weer knijterhard gedaald. Op dit moment heb ik voor €245,85 aan aandelen in Adyen. Dat betekent dat mijn investering in de min staat met 1,25%. Maar Adyen is ook onderdeel van de AEX ETF, waar ik wel winst mee heb behaald. Dit betekent dat er binnen dat mandje van 25 aandelen, waar Adyen er dus één van is, andere bedrijven zijn geweest die het verlies van Adyen de afgelopen periode hebben gecompenseerd. Ja, dit laat zien dat voor mij het investeren in meerdere bedrijven, die ETF's dus, goed heeft gewerkt. Let op, dat is natuurlijk wel een momentopname, maar dit is wel ook de reden waarom veel beleggers kiezen voor ETF's. Uiteindelijk heb ik met deze drie ETF's de meeste winst behaald en is mijn €1000 nu €1000,95 waard. Nu ben ik ook benieuwd naar de aandelen van Barry en natuurlijk Chris. Wat voor aandelen hebben jullie zelf, Chris? Bijna alles. Als je bijvoorbeeld een hele AEX neemt, dus de Nederlandse indexbeurs, ja, daar pikken wij gewoon een stuk of 10 aandelen uit. Ja. Dus je zorgt altijd voor een hele brede spreiding. Dat zorgt er ook voor dat je niet keiharde binding krijgt met één bedrijf. Dat is heel erg gevaarlijk. Dus als jij persoonlijk fan bent bijvoorbeeld van een Tesla, zorg dan niet dat je overgealloceerd bent in dat één aandeel. Ja. En met overgealloceerd bedoel je dat je niet al je geld dus in Tesla gooit, maar dat dus echt verdeelt over die 10 bedrijven. Misschien niet alleen Tesla, maar sector. Je moet kijken naar verschillende sectoren. Dus als jij zegt, oké, ik ben gek op een Tesla. In het verleden hebben we dat heel veel gezien bij mensen. Dat ze zeggen, ik heb 80-90% van mijn posities zit of in automotive, alleen maar. Of in misschien zelfs alleen een Tesla. Maar dat betekent ook dat je dus, als je gaat kijken naar een bepaalde sector, dat je dus ook wel echt in ETF stapt. Want dat is het makkelijkste natuurlijk waarschijnlijk om een hele sector te kunnen coveren. Als jij portfolio brede coverage wil hebben aan een sector, dan is dat makkelijker om dat via een ETF te doen. En dan kan je altijd nog een soort van smaak aanbrengen door een paar losse aandelen daar overheen te gooien. Dat kan. Je krijgt veel meer dekking sectorbreed. Alleen het probleem met een ETF is dat je niet snel de markt zal overtreffen. Nee. Want jij bent op zoek naar die winnaars. Ja, die zitten dan ook in dat mandje, maar je hebt ook de verliezers erbij. Voor degene die een het is stabieler, een steady, rustig iets willen opbouwen naar het pensioen toe, is dat bijvoorbeeld best wel een hele mooie optie. Ja, dat zit voor- en nadelen aan natuurlijk. Kijk, als jij in een S&P 500 investeert, ga je niet al die bedrijven helemaal doorlichten en kijken. Nee, je zegt oké, dit is de ETF, dit is het gemiddelde rendement over de afgelopen 10, 20, 30 jaar. Nou ja, weet je, daar ben ik tevreden mee. En dat is dan een hele andere keuze als dat jij los individuele bedrijven gaat analyseren en gaat kijken of je daar meer rendement uit kan halen uiteindelijk. Oké, heb je tips? Chris, heb jij tips voor mensen die aandelen willen kopen? Zorg dat je van tevoren goed bepaalt waar je in wil stappen. Het allerbelangrijkste punt is, heb geduld. Dus probeer niet de top of de bodem eruit te vissen. Dat is niet belangrijk. In aandelen is het, of je dat uiteindelijk doet in ETF's of aandelen, het is meer hoe lang zit je erin, dan dat je de markt probeert te timen. Daar gaat het bijna altijd fout mee. Ja, het mooiste voorbeeld blijft natuurlijk de oude baas Warren Buffett.
Is dat de allerbeste investeerder geweest ooit? Zijn tijd in de markt is uiteindelijk voor hem gaan werken. En dat is ja, wat iedereen zou kunnen doen. Iedereen die kan gaan beginnen met investeren en met geduld. Ja, lekker broeden op dat ei en dan komt dat vanzelf tot iets moois. Mannen, dank jullie wel. We zijn even bij jullie langs geweest op kantoor. Jullie zijn hier op kantoor. En dat waardeer ik natuurlijk altijd. We hebben van Barry en Chris wat tips gekregen en gehoord hoe zij omgaan met aandelen. Mocht je zelf na het kijken van deze video geïnteresseerd zijn in beleggen in aandelen, dan kun je natuurlijk terecht bij Trade Republic. Check gewoon de link in onze beschrijving. Maar we zijn nog niet klaar, want in de volgende aflevering zoomen we verder in op ETF's en het verschil met losse aandelen. Ook gaan we het hebben over eventueel uitcashen en gaan we erachter komen waarom investeren goed kan zijn voor jouw toekomst. Zo, en nu heb jij meer geleerd over aandelen, de gevaren ervan, maar ook hoe je er eventueel geld mee zou kunnen verdienen. Dit was natuurlijk allemaal geen financieel advies en wees voorzichtig met je geld. Geef echt alleen uit wat je kan missen. Laat je absoluut niet gek maken. Dank jullie wel voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Laat nog even weten in de comments wat jullie van deze aflevering vinden. Mocht je nog vragen hebben, dan gaan we die ook beantwoorden in de comments. Dank jullie wel voor het kijken. Tot later. Ciao.